De Joomla-beheeromgeving, daar valt op zich prima mee te werken. Alleen zijn er natuurlijk altijd verbeteringen denkbaar die het leven of het werken in de Joomla-beheeromgeving nog wat makkelijker maken. Nou, een extensie die echt een verbetering doorvoert is deze, de JSN Power Admin. En je kunt deze installeren in zowel Joomla 2.5 als Joomla 3. En dat ga ik nu even doen. Ik heb hier een Joomla 2.5 website. En ik had JSN Power Admin reeds gedownload, dus ik ga naar extensies. Extensiebeheer. Ik klik op Bladeren. Ik kies de extensie JSN Power Admin voor Joomla 2.5 en ik klik op Openen. En dan klik ik op Uploaden en Installeren. Nu zal het installatieproces van start gaan voor deze extensie. En er bestaat uit een aantal stappen. En die stappen volgen zichzelf automatisch op, dus je hoeft in principe niks te doen, alleen te wachten totdat alles geïnstalleerd is. En wanneer de extensie geïnstalleerd is, dan kun je hier nog aangeven of je een e-mailbericht wil krijgen wanneer er een productupdate is. Nou, ik zet deze nu even niet aan. Dus ik klik nu op Finish om de installatie af te ronden. Mocht je nou in Joomla 3 werken, dan werkt het precies gelijk. Je gaat naar extensies. Extensiebeheer. Je klikt op bladeren en nu kies ik dus voor de Power Admin voor Joomla 3. Ik klik op openen en dan op uploaden en installeren. En hier volgt dan verder hetzelfde proces. En wanneer de installatie klaar is, kan ik op finish klikken om de installatie af te ronden. En zolang deze loopt, ga ik even weer terug naar mijn Joomla 2.5 website. Hier is dus de installatie al afgerond. En je ziet eerst een voorbeeldscherm van de JSN Power Admin. Nou, die kun je even gaan bestuderen. Maar ik ga weer even terug naar mijn website controlepaneel. Je ziet nu dat er onder de quick icons een tweede bar met quick icons bijgekomen, is, namelijk de JSN Power Admin Quick Icons. Hier kun je naar de configuratie gaan. En dan kun je zaken instellen. Nou, ik ga hier nu even niks instellen. Ik ga meteen met deze extensie aan het werk, dus ik ga naar de site beheerder toe. En wat zie je in de site beheerder? Nou, je ziet eigenlijk de website. Uh, zoals die op de frontend te zien is. Je ziet dus het menu. Je ziet het componentgedeelte waar de teksten in staan. En je ziet hier de modules die actief zijn. Nou, laten we eerst eens naar het menu gaan kijken. Je ziet nu dat uh, de menus Home, Webshop, Bestanden en Mijn Profiel bestaan. En als ik hier naar het uh, website voorbeeld ga. dan zie je inderdaad deze menu-items verschijnen. En je ziet alleen Home en Webshop. En hier zie je meer bestanden en mijn profiel. Deze twee menu items die zijn alleen zichtbaar na inloggen. Dus vandaar dat je ze op de front nu niet ziet, stel je voor dat ik uh, webshop als eerste menu item zou willen, dus bovenaan zou willen hebben staan. Dan kan ik met de muiskursor boven die grijze puntjes voor de menu itemtitel gaan staan, de muisknop ingedrukt houden en ik kan het menu item slepen naar een andere locatie. En ik heb hem nu boven home gezet. Als ik nu naar mijn website ga en ik druk op de F5 toets. Dan zie je dat de webshop nu boven home staat. Normaal gesproken zou je via menus, mijn menu, Hier met de volgorde moeten stoeien. Maar nu via jsn Power Admin in de sitebeheerder. Kun je dus door te slepen de menu-items op de gewenste plaats zetten. Gaan we nu naar het midden van dit component, dus naar de artikelen op de Homepagina, want ik heb hier nu het Home menu uit geselecteerd, dus ik zie ook in het componentgedeelte de artikelen op de Homepagina. Dan kan ik hier meteen zaken aanpassen. Ik kan de artikeltekst wijzigen, ik kan ook deze icoontjes verbergen of tonen en nu geldt het dan voor de hele Home-knop. Dus als ik hier het print-icoontje aanklik, dan kan ik hier kiezen voor verbergen element, ik kan het voor alle pagina's doen of alleen voor deze pagina. Nou, ik wil nu alleen voor de homepagina het print-icoontje verwijderen. Dus ik kies voor alleen voor deze pagina en het print-icoontje verdwijnt. En als ik nu op mijn website zou kijken, dus mijn sitevoorbeeld, dan zie je dat alleen het mail-icoontje er nog staat en dat het print-icoontje inderdaad verdwenen is. Je hoeft dus niet meer naar de artikelopties, je kunt gewoon rechtstreeks hier vanuit de sitebeheerder kun je zaken wijzigen. Nou, ik wil bijvoorbeeld ook de titel, de hond bij de kat wil ik wijzigen ik kan hier voor bewerk artikel kiezen en dan kan ik meteen het artikel bewerken en daarna opslaan of annuleren ik kan ook ervoor kiezen om link uit te schakelen dit is een gelinkte titel ik kan nu dus kiezen om de link uit te schakelen en alleen voor de homepagina of voor alle pagina's ik kan kiezen of ik de auteursnaam wil verbergen of juist niet hetzelfde voor de publicatiedatum nou allerlei zaken die je dus normaal alleen via de artikelopties kunt doen kun je nu meteen vanuit de sitebeheerder van PowerAdmin doen als ik nu naar het menu item webshop ga ik klik hem aan en ik klik op selecteer dan krijg ik de inhoud te zien van het menu item webshop nou webshop verwijst naar een virtual installatie Alleen het bewerken van virtual vanuit dit component, vanuit JSM Power Admin, wordt nog niet ondersteund. Maar alle zaken die je gewoon met Joomla! aanmaakt, dus categorie blogpagina's of categorie lijstpagina's, die kun je dus bewerken via dit component. Rechts zie je de modules. En ik heb een aantal modules, bijvoorbeeld hier op position 2 de breadcrumbs. Ik kan de positie wijzigen, ik kan de module bewerken. En dan krijgen we dus het modulescherm. Ik kan de toewijzing he, van pagina's kan ik aanpassen. Nou, allerlei zaken waarvoor je normaal in modulebeheer moest zijn kun je nu meteen vanuit het beheerscherm van Power Admin doen. Zo kun je dus veel sneller de componenten van je website, van je Joomla! website beheren en uh, bewerken wanneer je dat zou willen. Een andere leuke optie is het verwijderen van componenten. Normaal gesproken moet je voor het verwijderen van componenten de extensie beheren en dan de tab beheren. Maar na het installeren van Power Admin kun je meteen via componenten, de Componenten zelf verwijderen. Als je naar Easy Tag Cloud gaat en je gaat er met de muis boven staan, dan zie je meteen een link verwijderen. Dus het gaat een stuk sneller. Een andere leuke optie is een zoekscherm. Je ziet hier de optie Site zoeken en als je daar naartoe gaat, dan kun je hier zoeken en je kunt zoeken in inhoudartikelen, in inhoudcategorieën, in standaard componenten, in modules, in plugins. Stel je voor dat je de TinyMCE plugin zoekt, dan selecteer je hier dus plugins en je zoekt op tiny en je klikt op search en je vindt de tiny mce plugin en deze zoekoptie is heel handig wanneer je snel zaken zoekt bijvoorbeeld je hebt ooit een keer een artikel gemaakt en je hebt een lijst van honderden artikelen maar je weet in het ene artikel stond uh, het woord border collie bijvoorbeeld nou dan typ je hier in border collie en je selecteert inhoud artikelen om in te zoeken. En je klikt dan op Zoeken, en dan zal het artikel met border collie gevonden worden. Nou, in mijn geval wordt er niks gevonden, want ik heb geen artikel met het woord border collie uh, in de tekst. Maar goed, het principe zal je duidelijk zijn. Een en ander werkt exact gelijk in Joomla 3. En je ziet dat hier nu ook uh, JSN Power Admin geïnstalleerd is. Dus ik klik op Finish, en je vindt hier nu ook onder componenten de jsn power admin en je ziet ook de verwijderen link nu bij de componenten staan en als je hier naar jsn power admin gaat en dan de, naar dan de sitebeheerder dan zie je dezelfde opties als in joomla 2.5 nou het is echt een, een component om eens mee te gaan experimenteren en mee te gaan spelen en je zult zien dat dit component het werken in de joomla beheeromgeving toch een stuk makkelijker en een stuk sneller zal maken uh, wel een tip die ik je van tevoren wil geven, voordat je dit installeert of voordat je überhaupt iets installeert, maak eerst een goede backup van je website. Mocht er iets fout gaan, dan heb je altijd de backup om weer op terug te vallen. En installeer daarna pas deze extensie. Maar ik denk als je deze extensie gaat gebruiken en gaat uitproberen, dat hij je zeker zal gaan bevallen. Ik hoop dat je deze informatie en deze video nuttig en interessant gevonden hebt. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor het kijken.